Zo, en we zijn terug voor wat de laatste sessie, de voorlopig laatste sessie over belichting moet worden. We hebben in een vorige sessie al de verschillende lichtmeters besproken, dus de reflecteerde lichtmeting vergeleken met de opvallende lichtmeting. En we hebben ook de drie parameters van de belichting besproken, zijn de diafragmawaarde die je hier kunt instellen met deze ring, de sluitertijd die hierin gesteld kan worden op deze camera. De camera die ik bij de alle films tot nu toe gebruikt heb als voorbeeld. En de ISO-waarde als derde parameter die hier op DX staat, wat overeenkomt met het uitlezen van de code die op dit filmpje gedrukt is. Nu gaan we dus bekijken hoe dat je aan de hand van de lichtmeter, de gereflecteerde lichtmeter die hierin ingebouwd is, daar correcte waarden voor kunt instellen. Het is zo dat ook op deze camera is een lichtmeter ingebouwd. Als je de camera inschakelt wat overeenkomt met deze hendel zo zetten, en je drukt ontspannen half in, dan wordt de lichtmeter actief. En dat is in de zoeker, dat kan ik moeilijk weergeven nu, maar ik zal een afbeelding voorzien. In de zoeker is dan een naald zichtbaar die aangeeft dat voor die ISO-waarde en de geselecteerde diafragma, wat daarvoor de correcte sluitertijd zou zijn. En naast die naald is er ook een naald die aangeeft wat de geselecteerde sluitertijd is. Dus dan is de bedoeling van door aan deze schijf de geselecteerde sluitertijd aan te passen, die twee naalden elkaar te doen overlappen. Dus dat is het systeem voor deze camera. Met de foto zal alles wel duidelijk worden, veronderstel ik. Nu, met een moderne camera is het iets gemakkelijker aan te tonen, omdat ik daar ook achteraan een display heb. Als ik die, nu, dit is de Nikon D610, een digitale full-frame camera. En dan kan ik door deze in te schakelen. Dus hier is een display bij deze camera die de verschillende waarden al aangeeft. Dan zie je hier een 30 is de momenteel gekozen sluitertijd. F4 is diafragmawaarde. Dat gebeurt in dit geval niet door hier aan deze ring te draaien, maar wel door hier dit wieltje te verplaatsen. Zie je dat ik wijs naar 5,6 en een derde van de stoptelkens, dus van 4 naar 5,6 is volledig stop, maar dat zijn 3 kliks op dit toestel. De sluitertijd hier een 30ste kan ik op dezelfde manier in een derde van een stop, dus een 40ste, een 50ste, een 60ste, een volledige stop. Nee, sorry. Ja, van een 30ste naar een 60ste, een volledige stop. Kan ik met dit wieltje aanpassen. En de ISO-waarde die kan ik aanpassen door achteraan op een knop te duwen. Dan zie je hier, die staat nu momenteel op de hoogst mogelijke ISO-waarde. Ik zal direct uitleggen waarom, maar dan zie je hier al realistische waarden van ISO 200, 400, 800. Je ziet dat ook in een derde van de stop is allemaal. Ik zet die terug op maximum, omdat ik deze camera op zijn lens ga zetten. En met deze knop kan ik het display achteraan activeren. En op dat display kan ik de verschillende instellingen overlopen. Dus hier heb je opnieuw sluitertijd in 60ste, diafragma waarde 4, ISO waarde was deze knop. Dan zie je die H2O is de huidige geselecteerde maximale ISO waarde. En dan zie je in dit geval, dus we hebben ook de M-stand, de manuele stand geselecteerd. In dit geval, hier zie je deze aanduiding tussen mijn vingers net onder de waarde 60. En 4, de plus, de 0 en de min, dat is uw aanduiding van uw lichtmeter. Dus die geeft nu aan, juist omdat er zo'n hoge ISO-waarde geselecteerd is, toont hij nu aan dat deze waarden, zelfs in het donker, omdat de lens eigenlijk afgestopt is. Ben ik slechts bijna één stop onderbelicht. Dus dan zie je hier door een 30ste van sluitertijd te gaan kiezen, ben ik zo goed als correct belicht. Dan zie je hier, ja, het schommelt een klein beetje, maar dus hier op de 0, dit is de goed belichte stand.
Als ik terug naar de 60ste ga, wat een volledige stop is, dan zie je dat ik een volledige stop onderbelicht ben. Als ik omgekeerd van een 30ste naar een 15e gegaan, een volledige stop in de andere richting, dan kom ik op één stop overbelicht terecht. Hetzelfde voor de diafragma, die staat nu op 4. Als ik die naar een volledige stop 2.8 zet, ben ik aan een één stop aan het overbelichten. Ga ik terug naar 4, goed belicht. Ga ik naar 5.6, één stop onderbelicht. Maar dus, als we vertrekken van deze combinatie en ik onderbelicht door het diafragma één stop verder dicht te zetten en ik compenseer door mijn sluitertijd één stop open, dan kom ik terug op een correcte tijd. Dat is het principe die in een van de eerdere filmpjes uitgelegd werd, waarbij dat door de ene waarde in de ene richting aan te passen en de andere waarde in de andere richting ook een correct belicht beeld krijgt. Dan zie je hier toegepast. Nu nog belangrijk bij de lichtmeter is de instelling van uw lichtmeter, dat is deze knop. Okay, als ik daarop duw, dan zie je hier een icoontje verschijnen. Dit icoontje geeft aan dat de lichtmeter momenteel ingesteld is op matrixmeting. Dus dan zal die van het volledige beeld over het volledige beeld het licht meten en daar een gemiddelde van nemen aan de hand van algoritmen die in het toestel opgeslaan zijn. Dus die houdt ook rekening met landschappen, kleuren en dergelijke meer. Als ik dit wijzig met dit wieltje terug naar een puntje wat een spotmeting is, dan zal slechts een klein deel in het midden van uw beeld echt gebruikt worden om het licht te meten. En dat is ideaal voor moeilijke lichtomstandigheden zoals bij concerten, waarbij dat je dan dit punt richt op het gezicht van de artiest. Nu, dit punt is echt klein in de zin van, ik kan het instellen, ik geloof, van 3% van het beeld tot iets van 10% van het beeld. De andere optie, de derde optie voor de lichtmeting, is de centrumgerichte meting. En daarbij wordt, dat is ideaal voor portretten, wordt vooral het centrum van het beeld wordt gebruikt om licht te meten. Dat is eigenlijk het type lichtmeter dat hierin gebouwd is in deze camera. Alleen kun je hier niet wisselen naar de twee andere opties. Hier heb je drie opties. Ik gebruik voornamelijk matrixmeting. Juist omdat die algoritmen die ingebouwd zijn, heel vaak de nodige correcties al kunnen toepassen. Over correcties gesproken, dan is er, dus we hebben verteld dat bij gereflecteerde lichtmeting, wat ook hier is ingebouwd, er bij witte en bij zwarte onderwerpen, overwegend wit, overwegend zwart, gecorrigeerd moet worden. Dat kan met deze knop. Nu, in het geval van de manuele stand kun je eenvoudig gewoon kijken hier naar wat uw huidige instelling is. En kijk, als je ziet, ik ben hier één stop aan het overbelichten. Ja, oké. Voilà, ik ben twee stops aan het overbelichten. Stel dat ik een volledig wit onderwerp had. Of in dit geval, wat effectief klopt, heb ik een volledig zwart onderwerp. Dan ga ik twee stops onderbelichten. Hetgeen ik hier toegepast heb. Door gewoon die indicatie te gebruiken. Nu, als je echter een automatische stand werkt, dus niet een manueel, maar een automatische stand, hetgeen hier gekozen kan worden van manueel kunnen op automatisch programma voorkeuze, sluitertijd of diafragma voorkeuze, dan is het wel belangrijk dat je die instelling kunt, uw lichtmeter kunt vertellen van telkens één stop onder of over of een aantal stops te corrigeren in gelijk welke richting. Dat is door dit te selecteren. Dan gaan we terug naar het display achteraan en dan zie je dit icoontje verschijnen. Dit icoontje komt ook op die camera terug, dat toon ik u meteen. Dus dit icoontje geeft aan dat er momenteel 0 stops wordt gecorrigeerd. Als ik dan terug aan dit wiel draai en ik ga 1 stop overbelichten of 2 stops overbelichten, dan zal de lichtmeter die hier stond, die zal automatisch aangepast worden. Dus daarnet hadden we een 60ste 2.8 was het denk ik. Momenteel geeft dat aan dat ons beeld, wacht, als we even terug naar 0 gaan, om niet te moeilijk te maken. Ja, een 60 2.8 toont hier correct belicht. Als ik die correctie doorvoer van 1 stop plus 1 stop, dan zal dat nu zeggen, ja, je bent zo goed als 1 stop onderbelicht. Had ik die correctie op min 1 stop gezet, dan zal die straks zeggen dat je 1 stop overbelicht zit. Dus altijd opletten dat dit icoontje, als je een camera ter hand neemt, dat dit icoontje niet actief is.
Dus dat, nu is het icoontje niet zichtbaar. Dat icoontje komt dus hier ook terug, had ik al gezegd. En wel op deze ring. Dus hier heb je het icoontje. Als ik hier op deze knop duw, dan kan ik deze ring wijzigen. En in plaats van 0 kan ik dan instellen dat ik 2 stops overbelicht. Dan zal de lichtmeter altijd 2 stops overbelichten. En onderbelichten is in deze zin.